Bos verlaagt als eerste bank in Nederland de rente die je krijgt op je spaargeld naar 0%. Komt door de Europese Centrale Bank, de ECB. Dat heeft de Centrale Bank de afgelopen jaren dus gedaan met de Europese rentes laag of negatief houden. Banken moeten zelfs betalen om ons spaargeld te stallen bij de ECB. Triodos zegt nu, jij als klant krijgt rente, maar dat kost ons op deze manier alleen maar geld. Dus brengen we de rente terug naar nul. Als we kijken naar een spaarrekening op basis van samengesteld interest, dan zien we dat we rente op rente krijgen. Omdat de ontvangen interest steeds meer wordt, en wordt namelijk interest vergoed over een steeds groter bedrag, kunnen we geen vast interest berekenen. In plaats daarvan kijken wij samengesteld interest naar de eindwaarde. We kijken hiernaar aan de hand van een voorbeeld, waarbij het spaarbedrag 1000 euro is, de interest 1% op basis van samengesteld interest. Na 1 jaar is de eindwaarde van 1000 euro gelijk aan 101% van 1000 euro. Als we dat in decimalen weergeven, is dat 1,01 maal 1000. Na 2 jaar is de eindwaarde van 1000 euro gelijk aan 101% van 101% van 1000 euro. In decimalen 1,01 maal 1,01 maal 1000 euro. Na 3 jaar is de eindwaarde van 1000 euro gelijk aan 101% van 101% van 101% van 1000 euro. In decimalen 1,01 maal 1,01 maal 1,01 maal 1000 euro. En na 4 jaar is de eindwaarde van 1000 euro gelijk aan 101% van 101% van 101% van 101% van 1000 euro. In decimalen 1,01 maal 1,01 maal 1,01 maal 1,01 maal 1000 euro. Als we in decimalen schrijven, weten we dat we hier te maken hebben met machtsverheffen. Na 2 jaar 1,01 tot de macht 2 maal 1000 euro, na 3 jaar 1,01 tot de macht 3 maal 1000 euro en na 4 jaar 1,01 tot de macht 4 maal 1000 euro. Hieruit volgt dan logische wijze dat het eindbedrag na 1 jaar gelijk is aan 1,01 tot de macht n maal 1000 euro. En hieruit volgt dan de formule voor de eindwaarde, namelijk het eindbedrag is k maal 1 plus i tot de macht n. De gekweekte interest kun je berekenen door het verschil tussen het beginbedrag en het eindbedrag uit te rekenen. In formule, interest is eindwaarde min beginkapitaal. De contante waarde van een bedrag is het bedrag dat je oorspronkelijk hebt weggezet of zou moeten wegzetten om op een bepaalde datum te kunnen beschikken over een bepaald bedrag. Ofwel, de huidige waarde van het toekomstige bedrag. Voor samengesteld interest ga je uit van de eindwaarde, dus de contante waarde is misschien iets minder logisch dan bij enkelvoudige interest. Wat je in het voorbeeld wel weet is dat je eindbedrag na 1 jaar gelijk is aan 101%. Dus 1,01 maal je beginbedrag. Als we dan terugrekenen is je beginbedrag gelijk aan je eindbedrag gedeeld door 1,01. En 1,01 kunnen we ook schrijven als 1,01 tot de macht 1. Het eindbedrag na 2 jaar is gelijk aan 1,01 in het kwadraat maal het beginbedrag. Als we terugrekenen is k dan gelijk aan eindbedrag na 2 jaar gedeeld door 1,01 in het kwadraat. Het eindbedrag na 3 jaar is gelijk aan 1,01 tot de macht 3 maal het beginbedrag. En als we terugrekenen is het beginbedrag dan gelijk aan de eindwaarde gedeeld door 1,01 tot de macht 3. Het eindbedrag na 1 jaar is gelijk aan 1,01 tot de macht n maal het beginbedrag. En als we terugrekenen is het beginbedrag dan gelijk aan de eindwaarde na 1 jaar gedeeld door 1,01 tot de macht n. Dat beginbedrag noemen we als we terugrekenen contante waarde. Dus de contante waarde na 1 jaar is gelijk aan de eindwaarde na 1 jaar gedeeld door 1,01 tot de macht n. En dit kunnen we ook schrijven als de eindwaarde maal 1,01 tot de macht min n. De formules die we hebben, de eindwaarde is gelijk aan k plus 1 plus i tot de macht n. De gekweekte interest is gelijk aan het eindbedrag min beginbedrag, dus k maal 1 plus i tot de macht n min k. En als we de k buiten haakjes halen, krijgen we dan de interest is gelijk aan 1 plus i tot de macht n min 1 maal k. En als we de contante waarde berekenen, is de contante waarde gelijk aan het eindbedrag gedeeld door 1 plus i tot de macht n. Of de eindwaarde maal 1 plus i tot de macht min n.